Hogeveen TV wordt mede mogelijk gemaakt door de Zuidema Groep, Volksgroothandel Hogeveen, Nijenhuis Uitzendbureau, ING, Tankstation Klok, Danny Schilderwerken en de Business Club Hogeveen. Ja, Stefan, doorstroming vanuit de jeugd naar de eerste selectie zondag. Iets om naar uit te kijken? Ja, zeker. Vanuit de jeugd keek ik er al heel lang naar uit. Ja, het is mooi dat ik het uiteindelijk kan doen. En je ziet dan ook dat er niet heel veel spelers doorstromen natuurlijk, en, met name ongeveer zondag. Ja, dat jij daar dan wel bij zit, dat moet je ook wel voldoening geven. Ja, zeker. Ik ben hartstikke blij dat de trainer er uiteindelijk voor heeft gekozen om mij mee te nemen. En ik hoop dat ik het beste eruit kan halen. Je hebt nu een aantal keren meegetraind. Hoe kijk je daarop terug? Groot verschil met hoe het in de JO90 gaat? Ja, zeker. Het is een heel groot verschil. Elke training leer ik steeds meer. En het is de groepgrootte, het niveau. Ja, je merkt wel verschil qua onder 19 en hier bij de zondag. Als jongeling moet je natuurlijk een plekje zien te veroveren, ook in zo'n groep. Is dat spannend? Is dat lastig? Ja, spannend niet zozeer. Ik vind het eigenlijk meer leuk. De concurrentie die je hebt, de concurrentie ligt natuurlijk heel hoog. Maar ik denk dat je daar elkaar alleen maar beter door maakt. En dat vind ik eigenlijk alleen maar leuk ook. Ja, je wordt dus goed opgevangen door die jongens. Zijn er ook specifieke dingen waar ze je bijvoorbeeld mee helpen? Tuurlijk. In het begin dat ik meetrainde. Je stelt je voor, je bent een jongeling, je komt uit de jeugd. Er zijn natuurlijk spelers, iedereen neemt je mee. Ik ben goed opgevangen door iedereen in het begin. En nu steeds verder het seizoen in merk je dat je wel steeds meer je plekje krijgt. En dat is hartstikke fijn. Voor degenen die jou niet hebben zien voetbal in de jeugd, welke positie kun jij het beste uit de voeten? In de jeugd werd ik altijd gezet op linksback. Links-rechtsback, ik ben rechtsbenig. Dus rechts is wel het fijnst, maar linksback werd ik altijd gezet, dus kan ik ook prima uit de voeten. Als je kijkt naar je eigen sterke punten, dat is altijd lastig voor jezelf te zeggen natuurlijk. Hè? Maar moet je dan ook denken aan met snelheid kunnen opkomen? Ja, aanvallend. Ik ben een aanvallende verdediger. Ik vind het leuk om aanval mee te pikken. En verdedigend. Ik vind verdedigend voetbal ook hartstikke leuk. Dus verdedigend en aanvallend heb ik wel meerdere sterke punten, zeg maar. Ben jij ook het type speler wat ooit in de aanval is begonnen en steeds verder is teruggezakt? Ja, in de jeugd, was ik altijd buitenspeler. Ik denk dat het in de base of zo was dat ik echt naar de verdediging ben gehaald. Maar ik heb eigenlijk elke positie in het veld wel een keer gehad. Hogeveen investeert heel veel in de jeugd op dit moment. Heb jij daar eigenlijk ook al verschil in gemerkt? Vorig seizoen heeft onder 19 en het eerste wel meerdere keren samen getraind. Daar merk je het al in en de trainers en de staf die kijkt ook wel echt naar de jeugd en dat merk je ook wel. Dus ik heb het wel gemerkt, ja. Nou goed, nu die stap dus naar de eerste selectie, daar komt ook een stuk geduld bij kijken denk ik straks. Hè? Ja zeker, dat is me ook duidelijk verteld tijdens de gesprekken. Je begint natuurlijk vanaf onderaan, je komt vanuit eigen jeugd. Natuurlijk start iedereen wel op nul aan het begin van het seizoen, maar... Ja, natuurlijk weet ik wel dat ik hard moet werken om minuten te kunnen krijgen. Tot 21 jaar mag je ook nog een bepaald aantal wedstrijden eventueel wisselen met de zaterdag. Hè? Is daar nog over gesproken? Ja, ze hebben wel verteld van dat je volgens mij 14 of 15 wedstrijden moet spelen om niet meer bij andere teams te mogen meedoen. Dus ja, ze hebben wel gewoon beloofd dat ik sowieso minuten maak. Of het nou bij de zondag of zaterdag is. Ja, ik krijg sowieso minuten. Dat is wel mooi, hè? Want op de zaterdag kun je natuurlijk ook op een goed niveau spelen. Ja, klopt. Zaterdag ook hartstikke goede ploeg. En als ik daar minuten kan maken, ben ik daar ook hartstikke blij mee.